Geraldo, allereerst gefeliciteerd. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Eerst zelf bij Vlaag heel moeilijk. En het was een zware wedstrijd. Moeizame wedstrijd. Ja, dat mag wel gezegd worden. Ik zou zeggen dat het ook gewoon goed en wij gingen een beetje afwachten. Maar we kwamen er een paar keer heel goed uit en we kwamen er goed, alleen eindfase was het net niet. Maar we zijn blij met de 3 punten, dat is het belangrijkste. Op basis van de tweede helft was het verdiend. De eerste helft was Excelsior de bovenliggende partij, zeg maar. En dan wordt toch weer een actie voor jou beslissend. Uitstekende dieptepas, pik je op, geef hem voor en Nasser prikt hem erin. Ja, klopt. En daar zijn we sterk in dit seizoen. Wat moet ik daarvan zeggen? Het was een hele goede bal van Nasser. Ik bedoel van Dion Malone op mij. En ik gaf hem tussen de keeper en de verdediging in. En ik wist dat Nasser daar liep. En hij schoot er goed binnen. Je bent je een beetje onmisbaar aan het maken voor ADO Haag. Ja, 2019 ben ik wel heel belangrijk. Ja. En dat voelt goed. Dat is wat ik altijd al wilde. Mijn rendement moest omhoog. Dus dat gaat nu steeds beter. Nou, wat dat betreft, na de winterstop gaat het, als je louter alleen naar de statistieken kijkt, wat jou betreft, perfect. Ja, zeker. Na de winterstop gaat het perfect. Ja. En daar ben ik blij mee. En ook blij voor het team. En we hadden het even een tijdje moeilijk. En iedereen dacht van, ja, blijven ze nou wel in de Eredivisie of niet? En wij hadden er geloof erin. Maar we hebben het gehaald. En vandaag de 3 punten, dat voelt extra lekker. Die goal, die derde voor ADO Haag, zat een beetje mazzel bij. Ja. Werd getoucheerd door Matthijs. Maar goed, uiteindelijk komt hij op jouw konto. Ja, zeker. Ik schiet hem en als hij hem aanraakt, denk ik. Ik vind ook dat het gewoon mijn goal moet gegeven worden. Het was niet al de beste schot, maar ja, je moet, als je nooit schiet, dan een schot is altijd mis. Dus ik schoot hem en dan ging hij erin. Officieel veilig en opgerukt naar de 10e plek. Ja, dat zei de trainer ook vooraf van de wedstrijd. Dus als je vandaag wint, sta je 10e en doe je gewoon hele goede zaken. En dat is van ons vandaag gelukt en daar zijn we heel blij mee. Kon je merken aan Excelsior dat ze onder druk speelden? Ja, een beetje wel. En ze moesten. En ze deden het eerste helft echt goed, moet ik zeggen. Maar wij verdedigen gewoon heel goed. En dan zie je dat ze het heel moeilijk krijgen. En als ze dan scoren, dan wordt het nog helemaal moeilijker. Wat is dan mogelijk voor ADO Haag als je naar de stand in de ranglijst kijkt? Nou, daar zijn we nog niet mee bezig en ik heb zelf nog niet gekeken qua punten. Maar we focussen ons gewoon als team en waar we nu staan, plek 10, is zeker mooi naar dit seizoen. Ja. Wat ik net al zei, je hebt je eigenlijk onmisbaar gemaakt voor ADO Haag. Bekend is dat jouw contract natuurlijk afloopt. Hoe staat het ermee? Mijn zaakwaarnemer nog niet gesproken. Maar goed, je hebt wel contact met je zaakwaarnemer uiteraard. Ja, niet elke dag. Nee, maar eens in de week toch wel? Ja, 1 keer per week, maar we hebben deze week nog niet gesproken. En als het zover is, dan hoor ik het wel. En als er iets op mijn pad komt wat ik niet kan weigeren, dan moet ik het daar ook over hebben. Maar tot nu toe heb ik nog niks genomen. Tot slot, nu een soort lentestop in plaats van een winterstop. 12 mei is de eerste volgende wedstrijd uit in de Kuip tegen Feyenoord. Hoe gaan jullie die tussenliggende periode invullen? Trainen, hard trainen. En ik denk, het is nu ideaal om iets harder te trainen. Voor iedereen en natuurlijk ook goed je rust te pakken. We hebben ook nog een oefenwedstrijd? Ja, volgens mij tegen Utrecht en daar moeten we ook gewoon... Bij Utrecht? Ja, volgens mij wel, ja. Nog een prettige weekend. Ja, dank je. Want je hebt alle tijd op dit moment. Ja, zeker weten. Je ook. En merci. Yes. Yo.